Groot Alkmaar komt dit keer uit De Rijp. Om precies te zijn, Hotel De Rijper Eilanden. Groot Alkmaar TV voor senioren over kunst, cultuur, geschiedenis, natuur en alles wat te beleven is in de stad Alkmaar, de 16 dorpen en de 4 buurtschappen. Deze aflevering staat in het teken van vrij zijn. Het gevoel dat je krijgt hier op het Rijper platteland als de wind door je haar waait. Hans praat met senioren die op latere leeftijd zijn gaan toneelspelen. Lana interviewt Oekraïense vluchtelingen die hier in de Rijper Eilanden wonen. En Tineke gaat op zoek naar een antwoord op de stelling dansen maakt vrij. Nieuw zijn straatinterviews over hoe beleven senioren hun vrijheid. Hey. Hey, goeiedag. Goedemorgen. 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 Wat een mooie plek heb je hier. Ja, mooi hè. Anders, hey, jij bent manager van alles? Ja, ik ben manager van het hotel. Want het is een speciaal hotel, heb ik begrepen. Dat klopt helemaal. Ja, we hebben 150 aangepaste kamers. 150? 150 aangepaste kamers. Ja. Ja, we hebben alle hulpmiddelen die nodig zijn. Ze kunnen, welke handicap je ook hebt, zie maar, kan je hier in het hotel verblijven. Ik begrijp dat hier ook speciale dingen gebeuren. Variërend van cavia-keuringen tot tafeltennissen voor blinden, ja. En toneelverenigingen die hier spelen. Klopt. Niets is te gek, lijkt het. We hebben meccano-beurzen, we hebben zelfs begrafenissen hier gehad. Alles, maar dan ook alles, is gewoon mogelijk hier. Het lijkt eerder een museum dan een hotel. Ja, nou, het is inderdaad even heel iets anders dan een normaal, beetje recht toe recht aan hotel. Ja, het is een beetje een aparte inrichting wat andere hotels gewoon niet hebben. Ja, het is er de afgelopen 15 jaar een beetje zo bij elkaar verzameld. Ik vind het echt gaaf, want ik zie hier echt dingen vanuit mijn jeugd, hè. Dat is lang terug, man. Er zitten hele bijzondere items tussen. Want in principe koken wij alleen maar voor onze gasten. Voor de groepen of mensen die bij ons verblijven, daar koken wij voor. Maar als er mensen zijn van ja, kan ik morgenavond mee eten? Dan gaan we altijd even kijken, hebben we een buffet staan? Ja, dan is het altijd mogelijk om mee te eten. Hebben we geen probleem. Ronald. Bedankt voor alle informatie. Graag gedaan. Ik ga nog even rondstruinen en misschien zie ik je straks nog. Als ik iets voor je kan betekenen, of koffie, thee, dan hoor ik het graag. Dat weet ik. En kijk rustig rond. Geen probleem. Toppie. Opeens weet je het. Ik ga toneel spelen. Dat gevoel overkomt senioren ook, blijkt. Hans praat met een aantal over hun motivatie. En over het hoe en waarom. Maakt toneelspelen vrij? We zijn hier in het theater van de Rijper Eilanden in de Rijp. En we hebben een gesprek met acteurs die op latere leeftijd zijn begonnen met acteren. En misschien kunnen jullie je even snel voorstellen. Ik ben Monique Hartog en ik ben bijna 62. Ik ben Nienke Glas en ik ben 72. Ik ben Cors van den Brink, ik ben 70. Ik ben Mart Muts en ik ben bijna 78. En jullie zijn allemaal op wat latere leeftijd begonnen met het toneelspelen. Wat voor rol ben je bijvoorbeeld nu aan het instuderen? Ik ben nu bijvoorbeeld een ceremoniemeester. Een ceremoniemeester? Van een trouwpartij in, dat is heel komisch allemaal. En Nienke, wat doe jij? Ik doe theatersport. En daar staat de voorstelling niet echt centraal. Maar daar doe je heel flitsende oefeningen. En Cors? Ik maak deel uit van het Alkmaars Theatercollectief. Wij maken onze eigen voorstellingen. En we zijn nu bezig een voorstelling te maken rondom de viering van Alkmaar Ontzet. 450 jaar. En Mart, jij speelt ook toneel? Ja, ik zit bij Benedictus. En ik zit er sinds november zit ik erop. En wat voor rol heb je bijvoorbeeld in? Nou, ik heb mij eerst aangemeld voor de technische ondersteuning. Hand- en spandiensten. Maar ja, mensen tekort, dus ik speel nu een nimf. Een nimf? En dat is een heel nieuwe ervaring voor me. Ja, dat lijkt mij ook. Dat kan ik me voorstellen, ja. Heb je ook tekst, Mart? Nee, ik heb geen tekst. Het thema van deze uitzending is vrijheid. Hè? Beleven jullie dat ook, zeg maar, door het toneelspelen? Jazeker. En in welke zin? Je kan helemaal iemand anders zijn. Je hoeft je niet meer aan de regels te houden. Niets.
Weet je wel, in het dagelijks leven. Maar je speelt dan echt een rol. Nou, die kan je helemaal... Je kan lekker uitpakken als je wil. Ja. En dat is heel erg leuk. En vooral ook als je natuurlijk de kleding erbij hebt. Dat is ook fantastisch. En ja. Dat is voor jou de vrijheid, zeg maar, die je hebt met het toneelspel? Ja. Het liefst ook helemaal verkleed. Dan ben je echt helemaal... Je bent helemaal iemand anders. En voor Nienke, scheelt dat voor jou? Ja, de theatersport die gaat van een basishouding uit. Dat je altijd... ja zegt wat er op je afkomt. Of ja zegt wat er in je opkomt. En dat is heel bevrijdend. En voor Kors? Ja, het is zeker vrijheid als je je eigen stukken maakt. Als je invulling kan geven aan je eigen personage. Dat maakt je tot heel iemand anders dan wat ik vroeger in mijn gewone beroep was. En dat is wel heel erg leuk om dat te verkennen, zoals ik dat de afgelopen jaren heb kunnen doen. En dat vrijheidsgevoel, want jullie maken zelf die toneelstukken, begrijp ik, hè? Ja. En dan heb je ook de vrijheid om, zeg maar, je eigen inbreng erin te doen. In afstemming natuurlijk, want zo gaat het in een collectief, hè? Je moet het wel met elkaar eens gaan worden. En ja. Uiteraard moet de regisseur heeft daar ook het zijn over te zeggen, of het haar over te zeggen. Ja. Dus helemaal vrij ben je nooit, maar dat kan ook niet als je met... elkaar iets gaat maken, dan doe je dat inderdaad ook samen. En voor Bart, ja, je hebt geen tekst, zeg je. Ik heb geen tekst, maar het is natuurlijk wel de gezelligheid. Ja. Ik ben er eigenlijk toegekomen vorig jaar dat ik hier in de Rijp dus de voorstelling De Grote Brand zag. En nou ja, hoe ga je dus een brand op toneel doen? En dat was zo leuk gedaan dat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd was. Dus ik heb gebeld en... ik heb een openbare les meegedaan en ik ben lid geworden. Ja. Dus, en ja, vrijheid. Het is heel anders. Ik ben altijd internationaal chauffeur geweest. En dit is heel anders. Nu ben ik een nymf. Dus. Ja, dat is nogal een verschil, ja. Ja. Als je tekst hebt, hè, want ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat senioren zeggen, ja, ik toneel spelen op latere leeftijd. Kan ik dat allemaal wel onthouden? Hoe doen jullie dat eigenlijk? Kijk, jij hebt geen tekst, dan kan ik het wat lastig vragen aan je. Maar je moet natuurlijk wel weten waar je moet staan. Waar je op moet komen, waar je staat. Het is zo'n hechte groep eigenlijk. De een helpt ander. Ja, het wordt ook een cumulatie van verschillende mensen die wat met elkaar neer willen zetten. En dat is natuurlijk mooi. De een versterkt de ander. Ja. Ik kan natuurlijk niet vergelijken of het voor jongeren makkelijker is om tekst te stampen dan voor mensen van mijn leeftijd. Maar voor mij werkt het wel om het zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk te lezen. Het is vooral het heel veel de tekst tot je nemen. Heel veel lezen. En op een gegeven moment, ik fiets heel veel en ik wandel veel. Hardop, gewoon maar hardop. Dus de mensen denken wel, wat hoor ik? Maar gewoon hardop alles zeggen. Ja. Ja. Ja, Nienke, jullie doen improvisatie. Ja, daar is het anders natuurlijk. Ja. Maar ja, daar sta je ook soms wel eens met je mond vol tanden. Ja. Dat je denkt van, waar gaat dit heen? Ja. En dan zeggen we wel eens, punt. En dan gaat de ander doorspelen. En dan sluit je daar weer op aan en dan zit je weer in de stroom. Dus feitelijk zeggen jullie van, het is gewoon heel erg leuk om op wat oudere leeftijd toch te gaan toneelspelen of te gaan acteren. Ja. Dit is echt superleuk. Ja, ik had vroeger op de middelbare school al wel... theater gespeeld. En toen heb ik het als het ware geparkeerd, omdat ik in een beroep terecht kwam wat gewoon niet te verenigen was met vaste repetitieavonden en vaste voorstellingsdagen. En toen ik dat niet meer hoefde, toen kwam er weer de vrijheid om dit juist wel weer op te pakken. Wat we nu constateren is dat senioren niet moeten schromen om op latere leeftijd toch te gaan acteren. Nou, bedankt voor het gesprek en hopelijk zien we elkaar nog wel eens bij het toneel. Drie jaar geleden kreeg mijn kleindochter van 7 een nieuwe fiets. Ze schrok eerst toen ze op wilde stappen. Ze kon net op het zadel zitten, bij de trappers komen. Na 2-3 keer doorzetten begon ze verder te fietsen en te ontdekken dat ze sneller dan mij wegkwam. Ze gilde het uit. Ik kan fietsen. Nu kan ik overal naartoe. Die vrijheid die ze mij liet zien was voor mij de aanleiding om aan de slag te gaan met het kinderfietsenplan van de ANWB. Leden van deze vereniging doneren hun tweedehands fiets, die door vrijwilligers wordt opgehaald. Vervolgens opgeknapt door vrijwillige fietsenmakers. En dan gaan deze fietsen naar kinderen uit gezinnen die geen nieuwe fiets kunnen betalen.
Er zijn op deze manier in Alkmaar en omgeving al zo'n 500 fietsen gerecycled. Door 6 organisaties die de handen in één hebben geslagen in een regionaal fietsenplan. Share Today, de Voedselbank, Rattenplan, Stichting Leergeld, gemeente Alkmaar en de ANWB. Beste opa's, oma's, vaders en moeders in Alkmaar en omgeving, gun kinderen vrijheid om de wereld te ontdekken en samen met de vriendjes naar de sportvereniging te fietsen. Doneer de fiets die in de schuur staat en dat kan via de website anwb.nl/kinderfietsenplan. En wat is vrijheid voor u nadat u met pensioen bent gegaan? Lekker doen waar je zelf zin in hebt. Naar buiten gaan, fietsen, wandelen, lezen. Veel buiten zijn, mooi huis kopen, genieten van je vrijheid. Je begint al even te laat en je hebt een hele andere indeling van de dag. Ik probeer in beweging te blijven op de fiets en wandelen. En ik ga 2-3 keer per week naar de sportschool. Ja, een beetje computer en zo, thuis. We doen cursussen en de dag is gauw gevuld, ja. Ik verveel me voor geen meter. Ik heb mijn werk ook helemaal niet gemist. Er is zoveel voor in de plaats gekomen. Ik ga lekker een dagje oppassen. We gaan lekker fietsen. We gaan sporten. Nou, we gaan nu even leuk een dagje naar Alkmaar. Heerlijk je eigen tijd kunnen indelen. En geen stress meer. En hoe moet ik het allemaal plooien? Je hoeft niet op tijd op te staan. Nee, je hoeft niks op te doen. Je hoeft niks. Dat is ook zo heerlijk. Ja. Daardoor komt het makkelijk dat je tijd tekort krijgt. Ik denk soms wel eens, hoe heb ik toch tijd gehad om te werken vroeger? Echt waar, want het is allemaal zo weer ingevuld. Meer tijd om leuke dingen te doen en meer tijd voor je kleinkinderen dan dat je voor je eigen kinderen had. En ik wilde heel graag oppassen, want zorg voor het nieuwe leven, hoe leuk is dat? Wij genieten echt van alles. Ja. We hebben weer even een museumjaarkaart genomen. Ja, ik geniet er wel van. Ja. Dat doe ik met volle teugen. Dankjewel. Ja, succes jongens met het werk. Piet Mulder en Theo Vries vervolgen onvermoeibaar hun wandeltocht langs de buitengrens van Alkmaar. Ze gaan een bezoek afleggen aan Geesmelo, gaan over het randje naar Dijk en Waard en lopen ook nog even langs de molen in Koedijk. Vorige keer zijn wij geëindigd bij Orgelzaal Boy, hier verderop in de wijk. En nu staan we aan het begin van het natuurpark Geesmerlo. En daar is onder andere een natuurbegraafplaats. Ik kan me niet voorstellen dat we hier over een begraafplaats lopen. Ik zie nergens grafzerken. En ik kan nergens zien wie begraven is. Dat kan ik nergens lezen. Theo, ik kan me heel goed voorstellen dat je niet het idee hebt dat jullie hier op een begraafplaats lopen. Omdat je niet kan zien. Ja, we hebben hier geen grafzerken. Wat je wel misschien onderweg hebt gezien zijn boomschijven waarop namen staan. Want je gaat hier echt terug de natuur in. En het wordt ook nooit geruimd. Dit is echt jouw plek voor altijd en tot in de eeuwigheid. En dat is voor heel veel mensen die hier een plek uitzoeken een hele geruststellende gedachte. Nou, dit is Natuurpark Geesmerlo. Dus, en het natuurbegraafplaats is daar een onderdeel van. Het is een hele mooie plek voor nabestaanden ook om terug te keren. Want je hoeft hier niks. Je hoeft alleen maar te zijn en je nabestaanden in liefde te herdenken. Hoe fijn is het om hier terug te komen? Kijk, dit is de Nauwe Tocht. En dat is de grens tussen Alkmaar, de gemeente Alkmaar en de gemeente Dijk en Waard. Maar ik wil eigenlijk eventjes bij de buren gaan kijken. Tijdens onze wandelingen over de gemeentegrens hebben we het gehad over het Noord-Hollands Kanaal. Over de pontjes die het water oversteken. Over de Eilandspolder. Over de watermolens die de polders droog proberen te houden. Over het Rijk van de 1000 eilanden. We leven op gemaakt land. Dus ga op een zonnige dag met je kinderen of kleinkinderen naar deze watertoren en laat ze daar ontdekken welke kracht water heeft. Hoe je het water kunt sturen, hoe je door het verval energie op kan wekken en hoe je golven kunt creëren. En wie weet worden er nog een paar de ingenieur ladies en leegwater van de 21ste eeuw. Laat ze hier aanklooien. Dus je ziet, komen we hier in Koedijk aan. Want Koedijk wordt hier gesplitst. Rechts hoort bij Dijk en Waard en links hoort bij Alkmaar.
Maar ik vind het wel leuk om hier eens te lopen. Ja? Dit noemen ze de achtergraft. Ja? En dit was voorheen de vaarweg, waar de tuinders hun producten achter het huis aan land konden brengen. De vaarweg? Dus we gaan zo nu de achtergracht af en dan gaan we verderop weer eventjes langs het kanaal. Ik woon in Koedijk-Alkmaar. Dijkenwaard. Ja, dat zijn onze buren, één huis en dan begint een andere gemeente. Wat merkt u er nou praktisch van, wat de verschillen zijn? Nou, wat ik er praktisch van merk, bijvoorbeeld in de winter, dan wordt er gestrooid. Nou, dan komt keurig de wagen en die keert hier. Ja, weer terug. Ja. Langedijk komt en die pakt de andere route. Ja. Ook belastingen? Hogere belastingen waarschijnlijk? Volgens mij is Alkmaar iets goedkoper, begreep ik. Maar dat weet ik niet zeker. Okay. Lichtjesavond, hoe heet dat ook alweer? De Gondelvaart? Ja, dan ook. Dan moet er dus een vergunning aangevraagd worden voor de gemeente Alkmaar. En aparte voor Dijkenwaard. Hier komen we weer op de kanaal Dijk uit. Ja. En dan gaan we links hier richting de stad Alkmaar. En hier voor je heb je de Rekervlotbrug. Dat is een brug die is in deze eeuw is die neergelegd. Maar deze brug die heeft nogal wat gedoe gehad. Eerst was het mechaniek, deugde niet helemaal. Toen dat allemaal weer achter de rug was, voer er een schip tegenaan. Kortom, de rust niet echt een zegel. Het hoort bij Alkmaar. Bruggen die niet helemaal lekker lopen. Hier zijn we bij de molen en de maalderij van de Weduwe Bos. Ik heb afgesproken met Bart Sloten. Die zal ons het nodige vertellen. We zijn hier in de knechtswoning. De knechtswoning van de Stichting Johannes Bos. In 1997 overleed de laatste telg van de familie Bos. En die heeft alles in de stichting ondergebracht. En die stichting heeft dit gerestaureerd. Heeft de molen gebouwd. Het restaurant gebouwd. Zodat er eigenlijk een soort kleine Zaanse schans in Koedijk is verschenen. Dit huisje was oorspronkelijk voor de knecht bedoeld. Daarna werd het verhuurd aan particulieren. En nu is het kantoor van de stichting. Het is een gemeentelijk monument, zowel binnen als buiten. Want het interieur is helemaal weer teruggebracht naar de bouwjaar 1871. De molen is nieuw. Er stond vroeger een molen 70 meter verderop. Die is gesloopt in april 1930. En wij hebben met het geld wat we geërfd hadden van de familie Bos een nieuwe molen gebouwd, de Gouden Engel. Het restaurant loopt als een tierenlier. Dus al met al hebben wij een heel mooi complex hier. Eenmaal open, dan vervolgt het schip zijn koers. Gesloten verbind ik vlotjes deze aan de overkant. Drijfvermogen maakt de Brooklyn Bridge jaloers. We zijn er aan het einde van de rit vandaag. Goed zo. Volgende keer gaan we over de brug. En dan pakken we daar de draad weer op voor de laatste etappe naar ons beginpunt. Hoe beleeft u uw vrijheid nu u niet meer werkt? Voor mij is dat echt de rust. We gaan heel veel op stap. We fietsen veel, we wandelen veel. Eigenlijk niet zoveel. Ik heb wel eens het gevoel dat ik een beetje nutteloos ben. Heel plezierig om van alle deadlines af te zijn. Ja, ik heb altijd graag het werk gedaan. Maar ik heb het eigenlijk ook niet gemist. Ik was er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Maar u geniet nog wel van de vrijheid? Zeker, ja. En ik denk altijd, ik heb een lekker huis. Ik heb een warm huis. Ik heb een warm bed. En dan denk ik, wat zal ik zeuren gewoon als ik al die ellende in de wereld zie. Wij vragen wel aan mensen van wat zij nou gaan doen als ze straks met pensioen zijn. Wat die vrijheid voor hun betekent. Heeft u daar ook al over nagedacht? Nou, dat duurt als het goed is nog een jaartje of 10, misschien langer. Ik moet nog 6 jaar. Ja, lekker reizen, leuke dingen doen, net als we nu ook doen. Ja, ik denk dat ik dat wel heel fijn vind. Ja. Oh, ik denk dat ik dan tijd tekort kom. Ik ga sowieso reizen, uiteraard. Elke zaterdag naar een museum. Ik denk wel dat ik iets wil qua vrijwilligerswerk. En wellicht ga ik een studie oppakken en ga ik die dingen doen die er nooit van gekomen zijn. Heel veel wandelen. Heel veel naar buiten. Maar thuis zitten en stilzitten, dat is voor mij niks. En misschien weer een beetje gaan piano spelen, dat soort dingen, ja. Actief blijven. Absoluut actief blijven, ja. Hallo, Groot Alkmaarders. Spelen jullie op een muziekinstrument en zou je graag met anderen samen spelen?
Kom dan meespelen met Huismuziek Alkmaar. Wij hebben 4 verschillende samenspeelgroepen die repeteren onder leiding van een professionele dirigent. 1 groep is speciaal voor blokfluiten. In de andere 3 groepen wordt gespeeld met diverse instrumenten, slagwerk, snaarinstrumenten en blaasinstrumenten. 1 groep van die 3 is weer gericht op wereldmuziek en speelt bij Alkmaarse evenementen zoals Kaaskoppenstad en Molendag. Bij de overige 2 groepen ligt de nadruk op klassieke muziek. Maar af en toe spelen we ook andere genres, zoals in mijn groep de Bohemian Rhapsody van Queen. Al die groepen die spelen bij ons jaarlijks een keer bij de concerten in het Witte Kerkje in Ouddorp. Meer informatie kun je vinden op huismuziekalkmaar.nl, bijvoorbeeld over plaats en tijd van de diverse repetities. Kom opeens een van onze repetities een keertje luisteren of blijf vrijblijvend meespelen. Neem dan eerst contact op met de contactpersone van die groep. Die staan ook op onze website. Dus graag tot ziens. Gevlucht voor de oorlog woon je in een vrij land. Tijdelijk, je weet het niet. Je maakt je zorgen over de mensen die je achterliet. En je maakt je ook zorgen over je eigen toekomst. Hoe loopt dat af? Lana praat met een aantal Oekraïense vluchtelingen die hier werken in de Rijpereilanden. Доброго дня, глядачі. Сьогодні у нас бесіда з 3 прекрасними дівчатами з України, з Києва, з Тетяною Інною і Тетяною. Мене звуть Лана. Ви знаєте, тема нашої бесіди – бути вільним. Як для вас, як ви почуваєте себе тут у Нідерландах? Чи почуваєте ви себе тут достатньо вільними? Я думаю, що ми тут, ну, я особисто себе почуваю тут досить вільно і в безпеці, що дуже важливо для внутрішнього спокою. Єдине, що, мабуть, не вистачає сім'ї своєї. Але ось ми удвох приїхали з подругою і з її дитиною. І вона моя найближча сім'я тут. А як ви, Таня? Як я? Я не можу сказати, що я почуваюся якось сковано, чи мені не вистачає свободи. Просто дуже важко. Ми в іншій країні і з іншими правилами, і через це важкувато. І ще є бар'єр мовний, тому це вважається важко. А так, я не бачу тут, щоб ми були ось такі. Розумію. А як ви, Інно? Так, я теж це почуваю вільно. Я можу переміщатися на власному автомобілі. Я приїхала на автомобілі. Я, мої діти ходять до школи, я ходжу до роботи. Так, звичайно, навіть правила дорожнього руху, вони відрізняються, до цього треба була адаптація, як і до будь-чого в іншій країні. Але майже рік пройшов, ми трошечки адаптувалися, я почуваю себе вільною. А що найскладніше тут? Який бар'єр би ви виділили, що заважає бути вільним? Чи... Ну, для мене зараз стоїть питання – це водійські права. Тому що права і машина дають дійсно тут свободу, і це не розкіш, це необхідність. Тобто мобільність? Так, тут мобільність. Цього в Києві мені не треба було, тому що там громадський транспорт дуже був зручний. Із мовою вчу мову, але у багатьох важко з мовою. У вас класно виходить. Дякую. Найважче, да, це так, справді це спілкування датської мови. Але дуже сильно допомагає те, що хоч трошки знаєш англійську. І це набагато вже легше. Так. А чи плануєте ви повернутися в Україну? І за яких умов? Важке питання. Дуже важке питання, тому що мій чоловік зараз на війні, він солдат. І в нас з ним, так як у нас є спільна дитина, у нас з ним є велика домовленість, на яку я не хотіла йти, але я розумію, що це правильно. Поки не закінчиться війна, ми не повертаємось в Україну. Але всі наші розмови, із Варварою, дочка моя Варвара, всі розмови про те, що коли війна закінчиться, вона дуже сильно хоче повернутися. А я поки що не знаю.
Тому що там багато родичів залишилося, мої батьки. І я ще їх, я не відпускаю їх. І я також хочу повернутися. Але я не заперечую того, що, можливо, я виберу позицію проживати тут. А вам вдається спілкуватися вільно з батьками? Так, на даний момент навіть українські оператори зв'язку, вони не рахують роумінг. Угу. І з української сім-картки можна дзвонити звідси з Нідерландів в Україну абсолютно так, наче по Україні. Тому з батьками зідзвонюємося, з друзями. Проблеми абсолютно немає. Ну, єдине, коли там вимикається світло, і телефон може сісти. Так. Світло вимикають часто. Дуже часто. Дівчата, наскільки для вас важлива свобода взагалі в житті? Тут чи в Україні? Знаєте, коли почалося вторгнення в Україну, спочатку не було впевненості в тому, що Україна вистоїть. І для мене було однозначним таке вислів, що я не зможу жити в окупації, я не зможу отримати інший паспорт, я не зможу підкорятися цьому режиму. Однозначно. Навіть не дивлячись на те, що в тебе там є свій будинок, ти його сам будував, ти вклав туди свою душу, багато років, багато натхнення, це все неважливо стає. Але жити під якимось натиском я би не змогла. Це для мене дуже важливо. Це постійний, я згодна, що жити під постійним страхом, ти не можеш казати те, що тобі хочеться, ти не можеш робити те, що тобі хочеться. Навіть не так, не те, що тобі хочеться, а те, що ти маєш робити. Я думаю, що в окупації взагалі все зовсім настільки жорстоко, і це дуже важливо бути вільним від таких загарбників, як Росія. Свобода волі, свобода слова, свобода пересування – це невід'ємна частина нашого життя, і без цього ніяк. А чи знаєте ви, можливо, якісь історії людей похилого віку, які приїхали в Нідерланди, як їм було складно адаптуватися? Так. У нашої подруги спільної, у Юлі, вони приїхали раніше з дітьми, вона приїхала з дітьми раніше, а мама приїхала пізніше набагато. І їй було дуже важко. Я пам'ятаю, перший місяць до вони приїхали сюди, а потім переїхали в Алкмар. А скільки їй років? 64, по-моєму. То вона взагалі не хотіла навіть виходити з кімнати, тому що цей мовний бар'єр, коли вона чує зовсім чужу мову, для неї було це дуже важко. Але зараз вона вже потрошку звикла, тому що Адаптувалася, іншого виходу немає. Угу. Мої батьки, скільки я не просила і скільки б я не вмовляла, вони не хочуть. Вони не хочуть залишати свій дім, не хочуть. Хочуть жити там, де вони прожили все життя. Аналогічно моя мама. Не вийде і все. І моя це також. Це моя хата, я тут буду. Я хочу бути вільною і не хочу обмежувати. Так, є там і інша історія. Теж жінка приїхала з мамою, вона вже досить дорослого віку. І вона категорично проти залишатися. І вона дуже жалкує, що вона приїхала. Вона краще, я би там сиділа в підвалі, ніж тут з тобою. Це дуже важко. Дорослим дуже важко адаптуватися. Так, згодна. А що ви думаєте про голландців? Вони вільніші тут, ніж українці? Або такі самі, як ми? Для мене вільніші. Особливо він набагато вільніші. Похилого віку. Особливо похилого віку. Є? Так. Ну, живучи тут в готелі, просто вражаєшся, як люди вміють гарно проводити час. Вони танцюють, вони співають, вони подорожують з будь-якими проблемами зі здоров'ям. У нас в Україні такого немає, на жаль. І тут люди літнього віку, вони здоровіші, тому що тут якось нація більш схильна до спорту, до здорового способу життя. І це просто вражає, коли у тебе батько шефа,
марафонец? Да, да. Кор. Его имя Кор. Так, ему... Это просто вражає. 70 с чимось років, и он еще и до сих пор ездит на велосипеде швидше, чем я. Да, они набагато здоровіші, и это им дає больше рухатись. Позитиву, да, такого. У нас думаю, вони всі посміхаються. І більш чесні, прямолінійні. Оце мені дуже подобається. Дякую. Було дуже цікаво, сподіваюсь, нашим глядачам також. Hallo, mijn naam is André Elders. Ik ben muzikaalleider van het koffieorkest uit Alkmaar. Het koffieorkest is een onderdeel van het stedelijk harmonieorkest Soli Deo Gloria en repeteert elke dinsdagochtend van 10:30 tot 12:00 met natuurlijk koffie. En waarom is er een koffieorkest? Ik hoor geluiden van mensen die een instrument bespelen en niet meer 's avonds weg wilden. Niet meer in het donker over straat willen of laat thuiskomen. Of die de druk van het presteren van de vele concerten niet meer relaxed vonden. Het zijn dus mensen die overdag in een gemoedelijke sfeer muziek willen maken. En aangezien we net zijn opgestart, zijn er allerlei muzikanten meer dan welkom. Denk aan dwarsfluit, klarinet, horen, trompet, trombone, bariton, maar ook slagwerk zou erg leuk zijn als aanvulling. We repeteren dus op dinsdagochtend van 10:30 tot 12:00 in het Olympiagebouw aan de Olympiaweg 17 in Alkmaar. De deur staat voor u open en u bent meer dan welkom. U kunt ons ook vinden op www.sdg-alkmaar.nl. Bewegen doet wat met je. Dansen dus zeker ook. Dansen is een verhaal vertellen met je lijf. Dansen doet wat met je. Maak dansen vrij. Best moeilijk om te omschrijven, omdat het voor mij zo'n gevoel is. Een gevoel van dat je niet belemmerd wordt in datgene wat je doet door meningen van anderen. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Nou, vrij zijn is voor mij dat je kunt bewegen binnen je beperkingen. Als je last krijgt van je lichaam, en nou ja, dat heb je met oude woorden, dat je dan toch die lichtheid en die vrijheid en die vreugde ook kan voelen van bewegen. Ja, dat is voor mij vrij zijn. Vrij zijn, dat noem ik dansen. Dansen staat het dichtste bij mij. Ik kan daar heel veel in kwijt. Als ik verdrietig ben of boos ben of... En ik dans met andere mensen. Daar word ik heel blij van. En dat is eigenlijk mijn hele leven al. Ik doe het al heel lang. Maar dit dansen, ja, dat is mijn taal.
Vrij zijn voor mij is vrijheid in de natuur. Bijna dansen. Zo, ja, los zijn. Ronald, bedankt voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Ik heb thuis nog gezolder met spullen. Die kan ik hier kwijt. Geen probleem. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Kijk Groots Alkmaar elke dag om 11 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds op Alkmaar Centraal. Of kijk alle afleveringen via ons YouTube-kanaal. Neem een abonnement. Dank aan onze gasten. Dank aan Hotel De Rijper Eilanden. Elke maand kun je weer kijken naar een nieuwe aflevering van Groots Alkmaar TV. Genoeg tijd om er op uit te trekken dus. Kijk voor tips voor leuke dingen om te doen op de agenda op grootsalkmaar.nl. Blijf actief. Over actief blijven gesproken, wij maken elke maand een overzicht met interessante activiteiten om te doen. Die staan in de agenda en die vind je in de link hieronder. En heb je zelf een tip? Dat vinden we leuk. Stuur hem naar grootsalkmaar.nl.